Breda Nu. Je weet het meteen. Op het strand van Breepark werd een beach tennis toernooi gehouden. Breda Nu was erbij om wat reacties te peilen. Goed, ik sta hier bij Margot, viervoudig Nederlands kampioen van beach tennis. Hoe ben je zo ver gekomen? Hoe heb je dat bereikt? Ik zal het kort samenvatten, maar ik ben begonnen op Aruba. Ik heb daar een tijdje gewoond en daar was het al iets langer een groeiende sport. Ook qua temperaturen en tropische achtergronden is dat natuurlijk wel... gaat dat wat sneller. Maar daar heb ik een tijdje gewoond. Ben ik gaan spelen. Vanuit daar over de wereld wat andere toernooien gaan spelen. Toen kwam ik terug in Nederland. En toen werd het hier ook wat groter. Ja, en zo is dat doorgegaan. Dus uiteindelijk zijn we hier competities gaan spelen. Nederlands kampioenschap. En gewonnen. Wij gaan flink aan de bak. Het wordt voor mij wel een test. Omdat ik, wat ik zei, na mijn blessure weer het moet gaan oppakken. Maar we gaan ervoor. En ik speel met een meisje uit... Amerika, dus we gaan het zien. We hebben nog nooit samen gespeeld, maar ik heb er heel veel zin in. Ja, en zo staan we opeens bij Axel. Jij bent de nummer 16 van de wereld. Ja, klopt. Op dit moment ben ik nummer 16. Ja. En het is eigenlijk best wel heel bijzonder dat je hier in Breda weer bent, want volgens mij ga jij de hele wereld over. Ja, klopt. Ik ben sowieso een beetje van een mixje, want ik ben in Amsterdam geboren. Ik ben gewoon in Nederland geboren, maar ik ben opgegroeid op Aruba. En ik woon nu ook op Aruba, omdat ik daar gewoon kan trainen door een heel jaar lang. Natuurlijk heb je zon, zee, strand. Dat is natuurlijk de ideale plek om goed te kunnen trainen. Maar ja, los van dat reis ik elke maand, ben ik ergens anders voor een toernooi. Dus... Dat lijkt me heel intensief. Ja, nee, het is wel, zoals je ziet, het is in zand, dus het is wat zwaarder dan normaal. Het vraagt veel conditie van je, veel opofferingen natuurlijk, veel trainingen en je moet ermee kunnen omgaan. Ja, er zit dus wel een heel team ook achter. Ja, ik heb ook wel echt mijn team die me klaarstoomt voor elk toernooi. En vooral nu, elke zomer ben ik in Europa, ben ik altijd 2-3 maanden hier rond aan het reizen, omdat dan eigenlijk de Eurotour is begonnen. Dus ik begin het nu af in Nederland. De organisatie van Breda Beach. Het is een heerlijk zonnige dag in Breda, maar wat zijn we hier aan het doen? We zijn aan het beachtennissen. We hebben een internationaal toernooi. Mensen vanuit heel de wereld die speciaal naar Breda of naar Bavel, net hoe je het zelf wil zien, zijn gekomen om hier tegen elkaar op te nemen. Oké, en je zegt al meerdere landen. Hoeveel landen zijn hier ongeveer aanwezig nu? Ja, het ligt er een beetje aan. Het is sowieso meer dan 12 landen. Sommige mensen komen uit Sint-Bart of Réunion. Dat zijn dan eilanden van Frankrijk. Dus ja, of dat dan Frankrijk is, weet ik niet. Maar in ieder geval meer dan 12 landen. Dus, Wauw. En heeft dit te maken met een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap? Of hoe moet ik dat zien? Nou goed, de meeste van deze spelers, dus een groot deel van deze spelers, zijn momenteel in voorbereiding voor het WK. Dat in begin augustus in Italië wordt gehouden. Momenteel is er een EK bezig, maar een heleboel spelers van buiten Europa kunnen natuurlijk niet meedoen aan het EK. Dus dat is voor ons de reden geweest om dit te organiseren. En daarmee hebben wij echt grote namen vanuit buitenland kunnen aantrekken om te komen spelen hier. Ja, en de mensen die hier dus tegen elkaar spelen, kennen elkaar eigenlijk... Vrijwel niet. Nou, dat valt op zich nog wel mee. Want het is best wel een klein wereldje, beachtennis. Het is geen heel erg bekende sport nog. Dus wil jij toernooi in het buitenland spelen, dan heb je al vaak dezelfde mensen bij tegenspeeld. Ja. Vorige week speelden wij zelf in Slovenië. En er zijn ook mensen die hier, een Mexicaan en een Spanjaard, die vorige week ook in Slovenië waren en hier nu ook weer spelen. Ja. Dus eigenlijk loopt hier toch wel een soort wereldtop eigenlijk. Er lopen zeker wat wereldtoppers. Vooral, we zijn erg blij om mensen als Axel Samadzic en Pieter Boot hier vandaag te hebben. Margot van Doorn. Het zijn gewoon Nederlands kampioenen en echt de wereldtop inderdaad. Breda Nu. Je weet het meteen.